VVSB-TV wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor De Lange. Buitengewoon betrokken. Hoi, ik ben Levi. Dit is de wedstrijd VVSB tegen TEC. Na de uitoverwinning van VVSB bij Kuik zijn de kansen er ineens weer volop voor een titel voor VVSB. Dus speelt het deze zaterdag een topwedstrijd tegen TEC, de nummer 4 van de topklasse. Wordt op zaterdag gevoetbald omdat VVSB een dag later naar de KNVB-beker finale gaat. Om daar te gaan kijken, een mooie geste is dat van de KNVB. Jelmer Vuilbrief speelt zijn 100ste topklassewedstrijd voor VVSB en is ook weer hersteld van een voetblessure die hij opliep in de wedstrijd tegen AFC. Frans van Niel met balverlies, dat is niks voor de middenvelder. Kurtley de Wind kan daar niet van profiteren omdat daar de doelman van VVSB goed oplet op het schot dus... van de aanvoerder of de aanvaller van TEC. En uiteindelijk was Sanaki daar ook nog met de kans. En dan is het binnen no time ineens wel 1-0 voor VVSB. Als het eigen doelpunt er is van Aliskamp en Ruigrok en Van Niel dat met elkaar vieren. VVSB krijgt een corner. Ruigrok wil naar de bal. Maar dan is het Aliskamp die de bal al achter de eigen doelman Van der Sman heeft binnengekopt. VVSB dus binnen 10 minuten op een 1-0 voorsprong. Serboni goed doorgetikt richting Jozic. Die heeft wat ruimte daar aan de linkerkant van het veld. Balletje, randje 16, Bekooi. En het schot is hard. Maar mist eigenlijk richting. Had voor een hoek moeten kiezen. Nu gaat de bal recht op doelman Van der Sman. VVSB heeft nog wat goed te maken tegen TEC. Want in de uitwedstrijd met 2-1 verloren waren ze bij VVSB. Vonden dat er met 8-1 gewonnen kon worden. Dit keer is Parami gevaarlijk. Maar kan er nog net op tijd voor opruiming worden gezorgd door Gregory Vierek. De corner van Tim de Rijk. Zijn corner wordt in één keer overgetikt. De Rijk in de basis... omdat Van der Slot geschorst op de tribune zat. Inmiddels is het ook hondenweer geworden. In Noordwijkerhouten gaat het schot van Parami voorlangs. Terugkoppen van Sanaki. Mooi schot via de buitenkant rechts. Maar het schot van Sven van Inge gaat uiteindelijk over en naast. Maar een mooie voetbeweging van Van Inge. Jozic wordt daar weer aan de linkerkant weggestuurd. Komt Vuilbrief daar overheen. Dat heeft Jozic gezien. Vuilbrief trekt voor en daar staat Serboni om de bal binnen te tikken. Een mooie aanval wordt dan uiteindelijk binnengeschoten dus door Giovialli Serboni. Hij krijgt de niet te missen kans. En maakt hem dan ook. Serboni is daar blij mee. Werkt goed, doet veel voor in de spits bij VVSB. Maar zijn productie is dit seizoen nog niet heel hoog. Maar hij kan natuurlijk genieten van deze 2-0. Samen dus met Bekooi. Diezelfde Bekooi, misschien nu ook met een kans. Wordt naar buiten gedreven. Wil de bal voorgeven. Of legt hij hem terug op Jozic. Het lijkt op dat laatste. Jozic, mooie voetbeweging van Van Niel. Maar daar zit doelman Van der Sman nog mooi tussen. Anders had het hier al voor rust 3-0 gestaan. Dan was het over en uit geweest in Noordwijkerhout. Nu leeft TEC nog. Parami, goed gejaagd. Serboni heeft wat ruimte. Serboni, speelt hij met Jozic af of gaat hij voor eigen succes? Doet dat laatste. En dat was niet eens heel slecht. Maar Van der Sman houdt die bal tegen. En dan ziet Serboni dat de uittrap snel is genomen naar de andere kant van het veld. Is het daar ineens Kurtley de Wind met een mooi wippertje over doelman Van der Meer.
bij VVSB klagen ze allemaal om buitenspel. Op de beelden is dat helaas niet te zien. En als de scheidsrechter er uiteindelijk ook niet voor fluit, dan gaat het gewoon door. Bekooi, goede actie. Typische Bekooi actie. Als die daar ook zijn directe tegenstander voorbij is, maar dan is de bal net even iets te ver van zijn voet af. En kan doelman Van der Sman voor redding zorgen. En dit is mooi. FC Bavone. De supportersclub van VVSB, opgericht na dat mooie bekersucces, viert de 2-1 voorsprong tot nu toe. Duw in de rug van Vuilbrief, maar wordt niet voor gefloten. En dan is het uiteindelijk de corner die overblijft voor Tech. Ziet natuurlijk trainer Wilfred van Leeuwen. En dan is het zomaar 2-2. Is het de kopbal van Nehemia Sanaki. En hij brengt de bezoekers op gelijke hoogte. Van der Meer zit er nog met de vingertoppen bij. Maar staat eigenlijk op het verkeerde been. En waar VVSB dus voor rust weigert de 3-0 te maken, is Tech ineens terug in de wedstrijd. Barami. Bal komt uiteindelijk bij Bekooi terecht. Alleen dat schot rolt voorlangs. Josiets met de ingooi. Blijft de bal daar langs de zijlijn. Is dit een goede aanname van Serboni? Stuurt daarmee Brendan Zigotirem in één keer weg. Inmiddels ingevallen, maar zijn schot is te zacht. En hij had hem natuurlijk ook nog kunnen voorgeven naar Barami. Maar blijft dus nog steeds 2-2. Serboni. En het schot uiteindelijk van Frans van Niel. Maar vooral de spits van VVSB speelt een puikenwedstrijd. Is telkens zijn directe tegenstander de baas. En heeft dat ook al beloond met in ieder geval één goal. Maar zolang het 2-2 blijft staan, beloont VVSB zich niet voor die goede eerste helft. Serboni, misschien nu wel. Serboni draait weg. En dan zit Van der Sman er weer aan. En zo lijkt het er langzamerhand op dat hier geen winnaar gaat komen in Noordwijkerhout. En gezien de eerste helft zal vooral VVSB daar teleurgesteld over zijn. Of is dit de kans? Is dit dan de kans voor Serboni? Maar het is het goed jagen of storen in ieder geval van de keeper. En Van Niel, die heeft te lang nodig om af te drukken. Nee, het blijft bij 2-2 en dat is toch zonde voor VVSB. Vladimir Josic, je gezicht staat op onweer. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ik denk, als je de eerste helft gezien hebt, dan denk je, er is niks aan de hand. Dan ga je eigenlijk met te weinig de rust in met 2-0. Ja, dat blijkt dan in de tweede helft, want je speelt gelijk en dat voelt echt als verlies vandaag. Ja, want jullie wilden graag denk ik iets goed maken tegen Tech als we het vergelijken met eerder dit seizoen. Het had gekund vandaag, toch? Ja, een beetje vergelijkbaar. Daar ook eigenlijk 2-1 verloren. Ja, ongelooflijk dat we 2-1 verloren hadden. We hadden echt heel veel kansen. En nu in de eerste helft ook. Ja, we moeten gewoon meer ingaan en dan krijgen we 2 goals tegen. Dan hoor ik net dat het nog buitenspel ook is. Ja. Je moet nooit zeg maar afhankelijk zijn van een scheidsrechter. Maar ja, als het buitenspel is, is het buitenspel. Ja, daar heb je gelijk in. Maar als je dan naar de tweede helft kijkt, wat is het dan de klasse van Tech dat zij terugkomen? Of beginnen jullie te zwak? Ik denk dat laatste. Want we zeggen nog, we moeten goed die rust in. En dan zie je toch dat de eerste 20 minuten, ja, dan zeker na de goal van hun, ja, dan zijn we het even kwijt en dan wordt het 2-2 en dan wordt het dus helemaal een domper. En ik vind dat we de laatste 15 minuten, dan herstellen we ons wel weer. Maar ja, dat kost je wel de wedstrijd, dat kost je wel 2 punten. Ik heb jou hier vaker voor de camera gezien en meestal ben je dan wel redelijk onderkoeld. Maar vandaag, ik zie het stoom nog uit je oren komen. Ja, ik ben er gewoon echt ziek van dat we hier, ja, het voelt gewoon als verlies. We verliezen hier gewoon 2 punten, ja, dat is zo zonde. Is het dan stil in de kleedkamer? Ja, heel erg stil, ja. Ja. Kun je dit morgen wel vergeten? Want morgen ga je lekker naar de Kuip, maar vergeet je dit dan wel? Ja, ik hoop dat ik het nog kan vergeten. Ja. Maar dat zal denk ik wel morgen wel weg hebben. Ja. Maar het is nu echt klote om het zo te zeggen. Wat zegt die 2-2 nu even voor de ranglijst? Want je bent wel 5 punten los van de UNA. Ja, Linde loopt zo wel een klein beetje uit.
Ja, goed, kijk, we moeten gewoon bij zorgen dat we bij de eerste zeven zijn. En zodra we ons daarvoor geplaatst hebben, dan kan je verder kijken. En ja, we zijn er nog niet, dus we moeten nog knokken voor de punten. Dus ja, we houden tech onder ons en dat is het enige positieve van vanavond. VVSB TV werd mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor De Lange. Buitengewoon betrokken.